zaterdag en zondag worden er 2 dagen lang European Bodypaint Festival hier bij Kasteel Keukenhof in Lisse gehouden. Vorige week was er nog het Kastenfest hier, maar dit weekend worden hier lichamen geverfd. Het European Bodypaint Festival wordt nu in Lisse gehouden. Ja, waarom in Lisse? Het is het eerste jaar. Het is het eerste jaar, het is de premier en wij hebben hier deze festival terrein gekiezen omdat wij met die team van Bana Events met ze samen deze infrastructuur gebruiken. Yeah. 1 week na het Kastenfest. En hiernaast worden nu in tenten worden mensen geschilderd. Wat gebeurt er verder allemaal? We hebben hier artiesten uit verschillende landen in Europa, ook overseas. Die hadden begonnen om 11 uur te schilderen. En dan hebben ze tijd, 6 uren, om die model naar een thema klaar te maken. Yeah. En dan gaan ze naar de jury. We hebben een internationale jury die dan punten geeft hoe goed de kwaliteit is, wat is de idee, wat is de overall. En dan gaan ze naar de photo area en dan zijn ze op het podium voor de general public. Ja, u bent 1 van de 5 juryleden. Ja, waar kijkt u dan naar? Ja, waar we naar kijken, dat is naar de of het een wow-factor gaat geven, ja. Of de kleurdekking mooi is, hoe het lichaam wordt gebruikt. Bodypainters hebben een verhaal in hun hoofd. Zien we het verhaal terug in de bodypaint, zien we dat de lijnen mooi scherp zijn. Ja. Zijn de kleuren helder gebruikt? Nou, dat is naar de techniek. Hoe hebben ze het gedaan? Hebben ze verrassingen in hun bodypaint verstopt? Nou, dat is wat je probeert te zien als in de jury tent. Ja, zijn nu al best wel ver. Ja, heeft u al verrassingen gezien? Of dat u denkt van wow? Ja. We moeten steeds in de gaten houden dat het laatste uur, dan weet je, dan gebeurt het vaak. Dan komen de echte verrassingen tevoorschijn. Maar ik heb al wel een aantal bodypaints gezien. Ik vind een mooie kwaliteit aan de bodypaints gezien. Waarvan ik denk van dit is gaaf. Dit is weer iets nieuws. Dit is mooi. En hoeveel kunstenaars zijn er dan? We hebben, voor zover ik nu kan zien, ongeveer 65 kunstenaars uit 14 of 15 verschillende landen. Het European Bodypaint Festival gaat nog wel een tijdje door. De kunstenaars zijn al druk bezig en we hebben nog een paar uur om hun creatie af te maken. En morgen hebben ze nog een kans om te winnen. Tot de volgende keer!